Als je muziek luistert in de auto, is goed geluid natuurlijk heel belangrijk. Nu heeft Opel de laatste jaren natuurlijk flink geïnvesteerd in goede geluidssystemen. En voor de echte liefhebber is er de Denon Premium Sound System. Hoe klinkt het? Is het een meerwaarde? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Henry Liewes van Opel Dealer Liewes en Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt elke week een leuke video over uitleg van een Opel systeem of over een Opel model. Dus wil je meer zien, volg dan ons YouTube kanaal door abonnee te worden. En zo blijf je op de hoogte van onze video's en ons bedrijf. Nou, zoals ik al net vertelde, is geluid natuurlijk erg belangrijk in auto's, zeker als je muziekliefhebber bent. Nou, natuurlijk de standaard geluidsinstallatie van de Opel Granit X, die is eigenlijk al hartstikke goed. Er zitten zes luidsprekers zitten erin. Dat zijn er aan de zijkant bij elke deur. Daar zitten dus twee, er zijn er vier. En achter zitten er ook nog twee. Dat is dus al een standaard hele goede geluidsinstallatie. Nou, voor de echte liefhebber, dus voor degene die natuurlijk graag muziek luistert in de auto van een goede kwaliteit, ja, daarvoor is dus het Denon Premium Sound System. Je krijgt daardoor nog twee extra luidsprekers, dus in 12 zitten er dus 8 luidsprekers. Er zijn twee luidsprekers zitten aan de achterdeuren, naar boven, dus je hebt heel mooi rondom goed geluid. En er zit een hele goede subwoofer achter op de plek van de reservewiel. Daardoor is een reservewiel niet meer mogelijk. Maar dat geeft natuurlijk wel een fantastisch beter geluid. Nou, de kosten voor dit systeem zitten op €649, inclusief BTW. Dit is een optie die alleen fabriek besteld kan worden. En is niet op elk model van Opel beschikbaar. Maar wel uiteraard op de Opel Grandland X waar we nu in zitten. Daarvoor, voor die €649, krijg je dus 8 premium luidsprekers. Een subwoofer die op plek komt van de reservewiel. En centraal prachtig mooi geluid. Maar hoe klinkt het geluid? En wat is het verschil met de standaard geluidsinstallatie? Dat laten we nu horen. Nou, de standaard geluidsinstallatie is zeker niet slecht en voldoet ook aan de meeste verwachtingen. Maar ben je een echte muziekliefhebber en vind je het leuk om hard lekker muziek te luisteren in de auto met goede kwaliteit, net zoals mij? Ja, dan is dit Denon Premium Sound System echt een meerwaarde. Weer een keer live in onze showroom horen, dat kan natuurlijk. Wij hebben verschillende Opel Grandland modellen staan, zowel met de standaard geluidsinstallatie als met dit luxere Denon Premium Sound System. En dan kun je het zelf ervaren. Nou, ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik jullie een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over dit systeem. Heb je vragen, tips hieronderin, dan zal ik ze uiteraard beantwoorden. En wil je meer video's van ons zien, bekijk ons YouTube kanaal. En volgende week is er weer een nieuwe video. Tot dan!